In de grensstreek lijkt het vooral een vrolijke kerst te worden voor de supermarkten aan de Duitse kant. Daar wemelt het op de parkeerplaatsen sowieso al van de gele nummerborden, maar deze week helemaal. In Duitsland zijn heel veel dingen goedkoper en dat geldt dus ook voor de boodschappen voor het kerstdiner. Telegraaf TV sprak Nederlanders in Tudern, net over de grens bij Sittard. Het heeft zeker veel voordelen. We kunnen het combineren met tankbeurtje. Benzine is altijd goedkoper. En sowieso drank en brood, andere levensmiddelen ook net zo goed. Wat verwacht u dan nu van? De kassabon. Bijvoorbeeld een fles vodka betalen bij ons 20 euro en hier maar 5 euro. Ja, we hebben het net gezien met de fles Bacardi. Inderdaad, 7,50 verschil. Dus dat is enorm. Ja. Op het flesje Baileys betaal je hier ook maar 2 of 3 euro zoveel. En in Nederland is het ook al bijna weer het dubbele van de prijs. Ja, dat is dan weer een koopje zo net voor de feestdagen, hè? Ja, dat dacht ik, ja. Als we hier in Duitsland op deze parkeerplaats kijken, elke kentekenplaat is geel volgens mij. Ja, maar hier komen veel Nederlanders, hè. Het is bekend hier. En waar komen jullie vandaan? Uit Brabant, Lieshout. Ja, dat is wel even rijden hier naartoe. Ja, een klein uurtje, zeg maar. Maar dat is wel de moeite waard? Zeker weten, want bijvoorbeeld de rijden ook veel goedkoper bij ons.